Hoewel alle ogen woensdagavond op Ajax waren gericht, moest er ook gewoon worden gezaalvoetbald. Jongens, vanavond moeilijke tegenstander. We spelen tegen de plaatselijke AZC. De vorige wedstrijd hebben we helaas met 19-8 verloren. Dus we weten waar we natuurlijk aan toe zijn. Kom op, boys! Yes. Ja, het spelletje is gewoon mooi. Je voetbalt natuurlijk binnen. Op het veld is het natuurlijk wat groter. In de zaal heb je gewoon meer contactmomenten. Dus het spelletje gaat gewoon veel sneller. En het is gewoon op tactisch gebied is gewoon een heel mooi spelletje. 330.000 Nederlanders voetballen wel eens in de zaal. Maar in vergelijking tot het normale voetbal zijn er een stuk minder zaalvoetbalteams. En dat maakt dat in een competitie kunnen zaalvoetballen lastig is. Peter en Anton de Wit nemen daarom het heft in eigen hand. Ja, het idee is eigenlijk dat we een hele nieuwe bond, een hele nieuwe competitie gaan beginnen. Bij de KNVB moet je natuurlijk vrij ver voetballen. Als je op niveau komt, dan kan het gewoon zijn dat je vrij ver moet gaan reizen. En het tweede aspect is natuurlijk het contributieverhaal. Bij de KNVB is de contributie vrij hoog en wij vinden dat gewoon goedkoper kan. De Arnhem-Nijmeegse Zaalvoetbalbond is inmiddels opgericht en teams kunnen zich nog aanmelden voor de nieuwe competitie. In totaal zijn er al 15 teams die mee willen doen. De twee neven hopen dat ze het nieuwe zaalvoetbalseizoen met 20 teams kunnen beginnen. Ja, wij gaan ons concentreren op Arnhem-Nijmegen. Ja, dus dat is lekker een grote regio in de hoop dat we over de jaren lekker grote competitie kunnen creëren.